Goedemorgen, middag of avond, Jeppe, Mark, Sam, Jiska en Wiewertje. De volgende les, periode 5, geschiedenis, nieuwe geschiedenis, zijn we bezig tijdens van de Nederlandse Wereldoorlogen. We gaan het vandaag hebben, het eerste deel, over de Tweede Wereldoorlog. Daarvoor nog even kort herhaling van 9.4. Massa, communicatie, propaganda, etc. En daarna het eerste deel van de instructie bij 9.5, Tweede Wereldoorlog. Wat zagen we in 9.4? In de 19e eeuw waren massa-organisaties ontstaan. Past bij de democratisering. De politiek was niet alleen maar een domein, het domein van liberalen, maar ook socialisten en confessionelen lieten zich horen en daar hoorde het ontstaan van massa-organisaties bij. Politieke partijen, hoeveel mensen die elkaar vonden in een bepaald idee. Begin daarvan waren duidelijk de vakbonden. Nou, de totalitaire bewegingen die we hebben besproken, fascisme, nationaal-socialisme en het communisme, nemen dit over. Bijvoorbeeld de Hitlerjugend of de Bund Deutscher Mädel in Duitsland. Die totalitaire bewegingen konden bovendien voor het bereiken van de massa niet alleen die organisaties gebruiken, maar ook nieuwe technieken zoals de radio en de bioscoop. Dus naast geschreven en getekende communicatiemiddelen, denk aan kranten, pamfletten, posters, kon ook de radio worden ingezet en in bioscopen, bioscoopfilms voorafgaand aan een film of daadwerkelijk propagandafilms. We hebben duidelijk een gesprekje gevoerd in de vorige les. Propaganda verschilt heel duidelijk van politieke reclame, zoals tv-spotjes voor de PVV, GroenLinks, PvdA, VVD, whatsoever. In die zin dat propaganda heel duidelijk een wij-zij tegenstelling probeert te creëren. De tegenstander soms zelfs echt zwart maakt, dehumaniseert in het ergste geval. En bovendien de eigen ideeën, het eigen gedachtegoed of de eigen leider verheerlijkt. Door naar 9.5. Goed, de Tweede Wereldoorlog links. Vier Europese leiders van dat moment van links naar rechts. Mussolini, Hitler, Daladier, de Franse premier en Chamberlain. Deze foto is genomen in 1938 bij de conferentie van München. Die je zou kunnen zien als de laatste mogelijkheid van de zogenaamde geallieerden om eventueel de machtspolitiek, de uitbreiding, de doelen van Hitler in de buitenlandse politiek te voorkomen. En rechts een iconische foto, omdat er een soort van engel of kerkelijk figuurbeeld boven staat. Het is vanuit dat perspectief genomen. En de foto laat de stad Dresden in Duitsland zien, nadat de geallieerden de stad volledig in de as hebben gelegd. En je zult begrijpen, dat is een beetje naar het einde van de oorlog toe, als duidelijk is dat de Duitsers aan de verliezende hand zijn. Goed, de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog zijn legio, heel divers, maar je zou kunnen zeggen dat het er in de kern op neerkomt dat twee landen, naast Duitsland en Japan, en in iets mindere mate Italië, een zeer agressieve nationalistische politiek voerden, die er ook toe leidde dat ze streefden naar annexatie, verovering van andere gebieden en dus daarmee het risico liepen op strijd, oorlog, geweld. Japan, leren wij minder over, was al in de jaren 30 in Azië ook aan het opkomen als industriële macht. Had Korea ingenomen op zoek naar grondstoffen en had nu zijn oog laten vallen op China. Bezette in 1937 China, iets later, dus chronologisch past niet helemaal, maar je mag het best loszien van de Europese oorlog. Bombarderen de Japanners, de Amerikaanse vloot bij Pearl Harbor, om te zorgen dat zij vrij spel hebben bij het veroveren van Zuidoost-Azië, met onder andere de
Nederlandse kolonie Indië en andere Britse kolonies zoals Birma. Rechts een spotprint die verscheen in een blad dat nog steeds bestaat. De Groene Amsterdammer 1937. De tijger beeldt Japan uit. Een agressieve tijger die in Chinees tegen de grond werkt. Het gaat dus over die bezetting van China. En rechts de Europese landen die daartegen protesteren, maar niks doen. Hè? Een klein mannetje. En als je goed kijkt, zie je protest, protest, protest op zijn blaadjes staan. Dus duidelijk kritiek op het feit dat Europa de Chinezen niet te hulp komt. Of in ieder geval geen afstand neemt van de Japanse agressie. Dan terug naar Europa. Nazi-Duitsland, het Duitsland onder Hitler. Hitler had natuurlijk aan de macht kunnen komen voor een belangrijk deel door die economische gevolgen, die slechte economische gevolgen die die crisis had. En wilde in eerste instantie heel kort door de bocht, had hij er ook gezegd, het verdrag van Versailles moet afgeschaft worden, die vernedering van de Eerste Wereldoorlog moeten we uitwissen. Dus men was uit op revanche. Daar speelt ook de dolkstootlegende een rol bij. Veel Duitsers geloofden dat de capitulatie, het overgeven van Duitsland tijdens de Eerste Wereldoorlog niet nodig was. Dat men verraden was door de democratische regering. Had ertoe geleid dat Hitler aan de macht was gekomen, onder andere. En die nazi-ideologie had heel duidelijk in zich het streven naar levensruim, levensruimte, meer grond, meer ruimte voor het Duitse volk. De nazi-ideologie was racistisch, dus dat meer gebied, die meer ruimte, mocht ten koste gaan van het grondgebied van minderwaardige volken. In dit geval volkeren in Oost-Europa. En men streeft naar het zogenaamde Heim ins Reich. Alle Duits sprekenden, komen we zo op terug, in één groot Duits Rijk. Er moest één groot Duitsland komen met alle Duits sprekenden in de regio onder één leider. In dit geval het vuur binnen één grens, een groot Duitsland. Toen Hitler aan de macht kwam, verwierp hij eigenlijk het verdrag van Versailles. Ze mochten toen maar een klein leger hebben, herstelbetalingen, et cetera. Hitler zegt, onrechtvaardig, hou ik mij niet aan. En het fijne is natuurlijk met zo'n verdrag, je kan wel zeggen, ik hou me daar niet aan. Maar de andere partij zal dan moeten aangeven, wij zorgen dat je je daaraan houdt. Daar moeten die andere partijen toe bereid zijn. En in dit geval waren de andere partijen, Frankrijk zeer verzwakt, Engeland, Verenigde Staten, had zich na de Eerste Wereldoorlog weer teruggetrokken in haar isolationisme. En die waren niet bereid om het risico op een nieuwe oorlog te lopen. Die Eerste Wereldoorlog lag nog vers in het geheugen. En het beleid van de Engelse en Franse leiders, het was een Europa-zaak op dit moment. Amerika had zich dus weer in isolationisme teruggetrokken. Was erop gericht om de vrede te handhaven. Appeasement. Probeer men dacht, we moeten met die Hitler onderhandelen. We hebben geen zin in een nieuwe oorlog. We hebben geen zin om met geweld de afspraken van Versailles weer aan de Duitsers op te dringen. En dat gaf Hitler eigenlijk de ruimte. Die rook natuurlijk die angst bij zijn tegenstanders, bij die andere landen in ieder geval. Die wist, hoe ver kan ik gaan? En Hitler gaat die dromen van levensruim en Heim ins Reich gaat die proberen te verwezenlijken. En dat gaat eigenlijk, nu achteraf kunnen we stellen, onvermijdelijk uitlopen op een oorlog. Zijn eerste grote daad, even los van weer bepaalde delen van Duitsland, dat slaan we even over, nu daar weer militaire plaatsen. En beginnen met de herbewapening van het Duitse leger, het opzetten van een leger, was de Anschluss van Oostenrijk. Als je het interessant vindt, is er heel veel over te lezen. Ook in Oostenrijk was er een beetje een nazi-partij. Zelfs een fascistische stroming die niet bij de nazi's wilde horen. Goed. Lang verhaal. In ieder geval in 1938 annexeert, neemt Duitsland, nazi-Duitsland, Oostenrijk over. En vanuit het idee van het Heim ins Reich, de Oostenrijkers spreken Duits, het idee, jullie horen bij een groot Duitsland. Wij delen zoveel culturele elementen, we delen dezelfde taal, jullie horen bij ons. Naar rechts zie je, en niet iedereen in Oostenrijk was daar blij mee, maar rechts zie je eigenlijk dat er heel vriendschappelijk die grensovergangen worden weggehaald door zowel Duitse als Oostenrijkse douanebeambten. Oostenrijk hoort bij het Duitsland van Hitler, bij het Groot Duitse Rijk. Dan valt Hitler's oog op een ander gebied. Zoek maar op een kaartje.
Het westen van Tsjechoslowakije, Tsjechië en Slowakije waren toen de tijd één land. Het zogenaamde Sudetenland, daar wonen Duitsstalige Tsjechen en Hitler zijn. Die horen ook bij ons. Ze zijn een meerderheid in hun eigen land. Die horen bij ons, die horen bij dat groot Duits Rijk. En hij zegt, ik wil dat gebied hebben. Dat recht hebben die mensen ook om geen minderheid te zijn, maar om bij mij in Duitsland te komen. En hij belegde de conferentie van München, waar ik die foto van had bij de introductiepagina, waar hij met zijn vriendje Mussolini en die twee geallieerden, Dalla Jay en Chamberlain, die dus heel erg proberen om die appeasement, om die vrede te bewaren, overlegd, bespreekt, ik wil dat gebied hebben. Nou, opvallend is natuurlijk dat daar bijvoorbeeld niemand van Tsjechoslowakije bij aanwezig is. Hij krijgt zijn zin. Hij krijgt dat deel van Sudetenland, dat wil zeggen de Fransen en de Engelsen zeggen, wij zijn in de weg leggen. Tsjechoslowakije is zwak om daar iets tegen te doen. En wij zien dat, ik heb wat in een intropagina het verraad van München genoemd. Wij zien dat achteraf nu als een hele grote fout. Maar in die tijd ga je nog een opdracht overmaken. Die Chamberlain, die premier van Engeland, werd in Engeland onthaald na die conferentie als een held. Hij had de vrede bewaard. Hij stapt uit een vliegtuig, zwaait naar een mens. Hij zegt, peace in our time. Ik heb gezorgd dat er niet meer die verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog hoeven mee te maken. Hoe anders zou het blijken? In 1939 gaat Hitler nog een stapje verder. En zegt, die Sudeten is niet genoeg. En hij annexeert, hij bezet heel Tsjechoslowakije. Nou, dan voelen de Fransen en de Engelsen wel aan van, hey, tot hier en niet verder. En ze geven aan, als je nu nog een ander land de oorlog verklaart, en men weet dat hij zijn blik op het oosten richting Polen heeft gericht, dan verklaren we de oorlog. En dan gebeurt er iets wat niemand heeft zien aankomen, en waarmee we de Sovjet-Unie ook heel duidelijk, hè, later aan de kant van de geallieerden, maar heel duidelijk als schuldige ook van die Tweede Wereldoorlog kunnen aanwijzen, voor zover dat mogelijk is. De Sovjet-Unie, in de persoon van Stalin, sluit met Nazi-Duitsland, twee ideologieën die volstrekt volledig botsen met elkaar, sluit een niet-aanvalsverdrag. Ze besluiten, ze beloven elkaar niet aan te vallen. Ook wordt Molotov van Ribbentrop-pact genoemd. Stalin heeft om dit verdrag te sluiten, zelfs zijn Joodse minister van Buitenlandse Zaken, want Molotov en Ribbentrop zijn de Sovjet- en Duitse minister van Buitenlandse Zaken, heeft zijn eerste minister van Buitenlandse Zaken die Joods is vervangen, omdat hij Hitler niet voor het hoofd wil stoten door daar een Joodse minister naartoe te sturen. Die sluiten een niet-aanvalsverdrag en ze spreken niet alleen af elkaar niet aan te vallen, ze spreken ook af om Polen te verdelen. Dat van in Duitsland Polen binnenvalt, de Sovjet-Unie dat van de andere kant zal doen en het op die manier te verdelen. 1 september 1939 valt Nazi-Duitsland uiteindelijk Polen binnen, samen met de Sovjet-Unie. En dan verklaren Engeland en Frankrijk Hitler en daarmee Duitsland de oorlog. En is de oorlog die uiteindelijk de Tweede Wereldoorlog gaat heten, is een feit. We zetten het nog even op een rijtje. Allereerst zou je dus kunnen zeggen, als je naar schuldigen of oorzaken wijst, dat het in eerste instantie echt duidelijk Japan en voor ons van meer belang Nazi-Duitsland zijn. Hoewel van meer belang. Japan heeft natuurlijk ook uiteindelijk vreselijk huisgehouden in de kolonie Nederlands-Indië. Wat ook Nederlandse families en mensen die uit Indië naar Nederland kwamen na de onafhankelijkheid heel erg geraakt hebben. Maar goed, we beperken ons even tot Nederland nu. En van Nazi-Duitsland. Nou, de oorzaken van die agressieve nationalistische politiek van Nazi-Duitsland hebben we besproken. Hè. Waarom de nazi-ideologie kwam opkomen. Welke expansiedrift hè, die nazi-ideologie had. Ook gevoed door het antisemitisme. En de rassenleer. Maar goed, dus die twee pijlers zijn duidelijk. Die twee landen welke rol zij spelen. Daarnaast hè, kan je afvragen. Als de Verenigde Staten na de Eerste Wereldoorlog duidelijk het economisch sterkste land van de wereld zich niet weer in het isolationisme had teruggetrokken. En wel een belangrijke rol had willen spelen in de Volkenbond die probeerde de vrede te bewaren. Wat was er dan gebeurd? Als Engeland en Frankrijk, hoewel zwak, met name Frankrijk, eerder hadden ingezien dat met Hitler niet te onderhandelen viel. En dat streven naar appeasement, hè, wat zo uitmondde in dat verraad van München, waarin Hitler Sudetenland, dat deel van Tsjechoslowakije, in zijn schoot geworpen kreeg. Als ze dat eerder hadden doorzien en hadden gezegd, nee, tot hier en niet verder. Wat was er dan gebeurd? En uiteindelijk is dus ook heel duidelijk de kwalijke rol van de Sovjet-Unie door Duitsland in ieder geval in Polen vrij spel te geven en op die manier ook mee te werken, bij te dragen aan die Tweede Wereldoorlog. Goed, volgende week het verloop en
volgen de slachtoffers, de verwoesting. Tot dan.